Zo ligt de losgeslagen woonboot erbij. Hij wordt op zijn plek gehouden, zodat hij niet nog verder wegglijdt. Het water staat hier nu op zijn allerhoogst. Bewoners van zo'n 30 woonboten moesten gisteren zo snel mogelijk hun woning verlaten nadat een deel van een dam was weggespoeld. De stroming was hierdoor zo sterk dat de boten los zouden kunnen komen. En vannacht ging het dus bij één boot inderdaad mis. Voor de bewoners ervan is het een grote schok. Ja, ik krijg het eventjes niet zo goed verwerkt natuurlijk. Ja, omdat ik dacht dat dat niet kon gebeuren. Het gebeurt bij Maastricht in een afsplitsing van de rivier de Maas. Normaal gesproken wordt het water daar tegengehouden door een dam. Maar een deel van die dam brak dus door. En door de stroming raakte de woonboot los. Hij werd meegesleurd en kwam tegen een brug aan. Om te voorkomen dat dit ook bij andere woonboten gebeurt, zijn ze nu allemaal extra stevig vastgemaakt. De brug waar de woonboot tegenaan botste is zo beschadigd dat hij elk moment kan instorten. Niemand mag er meer overheen, ook de bewoners niet. Ook al is dat de enige weg om bij hun woonboot te komen. Ik kan erover zeggen dat die te instabiel is om er nog overheen te gaan. En dat is ook een grote belasting voor de bewoners aan die zijde van het water natuurlijk. En wat ik erover kan zeggen is dat we nu met Defensie aan het kijken zijn of en hoe we een noodbrug kunnen aanleggen. Maar of en wanneer die noodbrug er komt, dat is nog onduidelijk. De 11-jarige Valentina woont op een van de woonboten waar het over gaat. Kijk, dat is mijn woonboot. Dit is een hele lange, maar het is door de helft gesplitst, want het zijn twee boten. En dan is dit eerste gedeelte met de houten planken buiten is dan voor mij. Gisteravond hoorde de familie van Valentina ineens dat ze weg moesten. Toen hebben we kleren gepakt en moesten we meteen weg. En toen hebben ze een hotel voor ons geregeld. Nou ja, nu mogen we niet meer terug. Ik dacht eerst van ja, dat komt nog wel goed, dat is zo over. Totdat ik vanochtend het nieuws kreeg dat de boot hierachter gewoon is helemaal is meegetrokken. Dat is nog nooit eerder gebeurd en dat was ook een van de grotere boten. Dus ja, nu maak ik me ook wel meer zorgen. Helemaal onder is mijn kamer. Ja. En het water zit echt super hoog. Super hoog, ja. De brug waar de woonboot tegenaan ligt is de enige weg waarover Valentina bij haar woonboot kan komen. Eerst moet je hier overheen en dan ben je eigenlijk pas in de straat. En als die brug dan kapot is, dan kom je eigenlijk gewoon niet meer in de straat. En dat is ook gewoon geen fijne gedachte. Daarom logeert ze de komende dagen bij haar vriendin Mara. Ik vind het wel leuk, ze blijft een paar nachten slapen. Maar het is dan niet leuk om erover na te denken tot dat komt, omdat haar huis dan gewoon bijna op instorten staat en met al het water. Maar het is wel fijn dat ik haar dan even kan opvangen, dat ze een veilige plaats heeft. Wanneer Valentina weer naar huis kan, dat is nog afwachten. Maar ik hoop dat het water snel weer minder wordt en dat we dan gewoon weer terug het huis in mogen.